Het is de laatste voorbereiding op het wereldkampioenschap darts, de Players Championship Finals. De 64 beste spelers van de vloer komen samen in Minehead. Dat is een beetje traditie geworden de laatste jaren. 64 spelers, dat betekent 64 tourkaarthouders. In principe in ieder geval. En in ieder geval dus ook 64 tourkaarthouders die er niet zijn. Nu zijn er een aantal niet-tourkaarthouders die zich ook geplaatst hebben voor dit toernooi, maar dat even terzijde. Het is de 15e editie van het toernooi. Het is de 10e keer dat het in Minehead wordt gehouden. En Michael van Gerwen die voelt zich over het algemeen wel lekker op dit toernooi. Won het al 5 keer. Phil Taylor, uiteraard zijn naam weer een aantal keer op de beker. 3 keer in totaal. Maar hij is af en toe ook wel een outsider die het toernooi wint. Kevin Painter won het toernooi. Hij was zeker dat jaar geen favoriet. En ook Paul Nicholson wist dit toernooi al eens op zijn naam te schrijven. Ze wordt altijd op 2 podiums gespeeld. En dat betekent dat je podium 1 houden we in de gaten. En podium 2 kijken we met een half oog ook een beetje naar eigenlijk. Zo doen we dat. Veel Nederlanders dit jaar erbij. 12 in totaal. En dat betekent een goed gevuld speelveld qua Nederlands. Ze zijn ook mooi over de loting verdeeld. Dus dat maakt het wel zo overzichtelijk. Betekent dus ook dat zo'n beetje 1 op de 5 spelers Nederlander is. En dat is toch een mooi aantal, mag ik wel zeggen. Ze treffen elkaar niet in de eerste ronde, dus dat is op zich ook al mooi. Er zijn 3 spelers die aan alle edities van de Players Championship Finals hebben meegedaan. 3 maar, het zijn niet zo heel veel meer hoor. James Wade, Mervyn King en Steve Beaton. En ze zijn er ook allemaal dit jaar weer bij. Grote afwezigen. Ja, ik denk toch Ian White wel de grootste afwezig is, in ieder geval qua naam. Hij keldert werkelijk waar dit jaar uit de rankings. Maar Darius Labanauskas zit er bijvoorbeeld niet bij. Max Hopp is er niet bij. En ook Jeffrey de Zwaan voor Nederland is er niet bij. Dus we missen wel een paar namen die je hier eigenlijk had verwacht. Nou, de Nederlanders, laten we ons daar eens op focussen. We gaan het kwart voor kwart weer doornemen. Dat betekent dat we beginnen met het eerste kwart. Daarin zitten 2 Nederlanders. Jermaine Wattimena, als 40ste geplaatst op dit toernooi, neemt het op tegen Brandon Dolan. Nou goed, daar moeten kansen liggen voor de Nederlander. Dat lijkt me logisch. En dan speelt hij daarna en dan zal het een stuk lastiger worden tegen of Gerwin Price of Ryan Joyce. Dat is dan meteen ook wel weer iets lastiger. Maar goed, Wattimena, Grand Slam zich voor geplaatst. Daar speelde hij goed. Dus waarom niet? Dan Gian van Veen. Hij mag op het laatste moment toch nog meedoen omdat Peter Wright er niet bij is. De titelverdediger moet verstek laten gaan wegens privéomstandigheden. En dus een mooie kans voor de jonge Nederlander om zich te laten zien. Hij neemt het op tegen de Europees kampioen Ross Smith, die helemaal niet zo'n goed jaar heeft gehad op de vloer. Als 56ste hier geplaatst is. Maar ja, dus wel gewoon mee mag doen. Ja, en nu is het een televisietoernooi, dus nu is het ook een iets ander verhaal. Wat kan Ross Smith op de Players Championship Finals? Hij lijkt toch wel een klein beetje, ja, door een deur te zijn gegaan met die winst op dat EK. Speelde ook heel goed op de Grand Slam. Winnaar van die wedstrijd, Van Veen dus tegen Smith, speelt tegen Johnny Clayton of John O'Shea. Ook daar dus weer geen makkelijke tweede ronde, in ieder geval op papier niet. Dan gaan we naar het tweede kwart van het speelschema toe. En daar komen we de hoogst geplaatste Nederlander tegen. Als 4e geplaatst, Dirk van Duivenbode. Hij neemt het op tegen de hele trage Noord-Ier Mickey Menzel. Taaie tegenstander. En een tegenstander waarvan ik op het eerste gezicht ook denk, die ligt Dirk waarschijnlijk niet zo lekker. Maar normaal gesproken moet hij die natuurlijk wel gewoon winnen. Dat is hij aan zijn stand verplicht. Daarna neemt hij het op tegen of Daryl Gurney of Keegan Brown. Maar in dat kwart van Van Duivenbode, daar zitten nog wel een paar Nederlanders. Kevin Doets, ook goed gedaan. Hij is als 60ste geplaatst op dit toernooi. Heeft de Players Championship Finals gehaald. Ik kan me zo voorstellen dat daarmee een doel bereikt is. En dan neemt hij het op tegen Rob Cross. En kan hij in principe onbevangen die wedstrijd aanvangen. Wint hij die wedstrijd van Rob Cross, dan volgt daarna of Gabriel Clemens of Gary Anderson. Maar goed, als je als 60ste geplaatst bent, dan weet je ook dat je een lastige loting tegemoet kan zien. Vincent van der Voort, iets hoger geplaatst als 53ste. Ja, Van der Voort valt een beetje tegen het afgelopen jaar op de vloer toernooien. Maar goed, hij is er wel weer gewoon bij. Dat is het belangrijkste. En op dat podium kan hij altijd een goede prestatie neerzetten. Hij is altijd in staat om van een topper te winnen. En dat zal in dit geval dan Martin Schindler moeten zijn. De Duitser als 12e geplaatst. Mocht Van der Voort die eerste ronde winnen, dan kan hij in de tweede ronde weer tegen de Nederlander komen. Want dan speelt hij of tegen Chris Dolby
of tegen Geert Neentjes. De man van Urk is als 44ste geplaatst voor dit toernooi en neemt het dus op tegen Hollywood Chris Dobie. Op papier geen makkelijke opgave natuurlijk voor Neentjes, maar ook weer geen onmogelijke opgave. Dus er liggen hier misschien wel kansen voor de Nederlanders om in ieder geval de laatste 16 te bereiken. Dan hebben we de bovenste helft van het speelschema qua Nederlanders gehad. Damon Hetta overigens is als eerste geplaatst dit toernooi. Dus hij is de top seed voor dit toernooi. In de onderste helft is dat Luke Humphries. Die is als tweede geplaatst. Maar Luke Humphries die treft geen Nederlander in de eerste ronde. Wie treffen elkaar dan wel? Nou, we beginnen met Danny Jansen. De man met het matje. Want zo staat hij inmiddels in de dartwereld wel bekend. Vrolijke jonge gast won dit jaar een van de Players Championship. Dat is echt heel knap gedaan. Speelt in de eerste ronde tegen de Portugees José de Sousa. Geen lastige tegenstander zou je denken? Nou, ik denk het wel. Want de Sousa begint langzaam maar zeker weer in vorm te raken. Bij een nieuwe verwinning dan wacht of Ratajski of William O'Connor. Dat zal niet makkelijk worden voor Danny Jansen, maar hij neemt altijd wel veel support mee. En wie weet wat hij kan op het podium van Minehead. Nog een jonge Nederlander is Niels Sonneveld als 58ste geplaatst. Hij zit helemaal onderin het schema qua tijd. Moet zo'n beetje als laatste aan de bak. En gaat dan spelen tegen Chizzy Dave Chisnell als 7e geplaatst. Nou ja, ook Sonneveld is natuurlijk niet de favoriet in die wedstrijd. Maar ja, je weet het nooit. Sonneveld heeft al vaker op tv verrast. En die kan zeker winnen van die absolute toppers. Mocht hij deze partij winnen, dan in de ronde 2 of Scott Williams, de man in het geel. Dus het blijft een beetje in dezelfde kleur. Of Alan Souter. Stel je toch eens voor, Scott Williams tegen Dave Chisnell. Dat wordt een geel podium, zeg. Mijn god. Wie zit er dan nog verder in het derde kwart? Nou, nog een hele grote naam. Een hele grote naam. Raymond van Barneveld. Ook hij zit in dit stukje van de loting. En hij heeft het niet makkelijk getroffen met Kim Huibrechts, de Belg. Dat is een tegenstander die hem op papier ook niet zo heel erg lekker ligt. Van Barneveld heeft in het verleden best wel vaak verloren van Huibrechts. Maar goed, met die goede Grand Slam als ruggensteun, dan is er misschien ook wel weer wat mogelijk. Wint van Barneveld, dan de vacht in de tweede ronde. Weer geen makkelijke opgave. Of Joe Cullen of Robbie John Rodriguez. Dan hebben we inmiddels 9 Nederlanders gehad. De overige 3 zitten allemaal in de onderste helft van het speelschema. En dan zelfs in het onderste kwart daarvan. Martijn Kleermaker, die is als 62ste geplaatst. Beetje laag voor zijn kunde, vind ik. 62, hij zit daar maar net bij. Ja, en als je 62ste geplaatst bent, dan krijg je automatisch dus de nummer 3 van de plaatsingslijst tegenover je. En dat is Nathan Aspinall. En dat zal dus zeker geen makkie worden voor Kleermaker. Maar als hij het goede gevoel kan vinden, dan is er bij Kleermaker altijd wel weer wat mogelijk. Hè? Het is echt een speler die op gevoel speelt. En als het gevoel goed is, dan kan hij ook van iedereen winnen. Danny Noppert. Ja, de Nederlander die het in dit jaar zo fantastisch goed doet. Als 14e geplaatst dit toernooi. Hij heeft wel een taaie tegenstander. Ik wil niet zeggen meteen een goede tegenstander. Het is Simon Whitlock die op de Grand Slam af en toe hele mooie dingen liet zien. Maar hem ontbreekt een klein beetje de constantheid. Nu heb je die in de eerste ronde van de Players Championship Finals niet echt nodig. Want dan spelen we maar tot 6 gewonnen legs. En dat maakt Simon Whitlock uiterst gevaarlijk voor Danny Noppert in deze eerste ronde. Bij een overwinning. Nou ja, als we het over taai hebben, hoe James Wade of Mensur Suljovic in ronde 2. Poeh, het wordt niet veel taaier dan dat. En dan missen we er nog één. Eén Nederlander nog in de loting. En dat is Michael van Gerwen zelf. En van Gerwen heeft niet zo'n hoog plaatsingsnummer. Hij is als 22ste geplaatst voor dit toernooi. Heeft flink selectief gespeeld het afgelopen jaar. En dat zorgt ervoor dat hij wat lager op de wereldranglijst staat. Qua loting, zover je van een loting kunt spreken natuurlijk. Want het wordt van tevoren allemaal uitgeschreven. Qua loting valt het wel mee. Ryan Meikle is zijn tegenstander. En normaal gesproken mag dat natuurlijk geen probleem zijn. Daarna wordt het wel interessant. Want hij treft of Josh Rock. En daarvan hebben we de Grand Slam gezien wat hij kan. Of Cameron Menzies. En dat is ook een hele leuke speler. Dus die ronde 2 voor Van Gerwen, dat is nu al iets om naar uit te kijken. We hebben ook nog de finale van het Jeugd-WK. Die zal op de zondag gespeeld worden. Josh Rock en Nathan Girvan spelen in die finale tegen elkaar. En die kunnen dan een plekje winnen in het geval van Girvan voor het WK. Alles is natuurlijk ook van de Players Championship Finals live te zien op Viaplay.
Let op vrijdag, de eerste dag van de Players Championship Finals, is er wat veranderd in het speelschema. Beginnen we al vrij vroeg om 11:30 en dan spelen we in één keer door allereerste rondewedstrijden tot ongeveer, schatten ze in, 19:30. En dan is er ruimte voor het voetbal. Het Engels elftal speelt die avond, vandaar dat het schema is aangepast. Alles is live te zien via Viaplay. Alle informatie over de Players Championship Finals, kijk in ons toernooicenter op mastercaller.nl. Gewoon naar mastercaller.nl gaan. Klik bovenaan op de pagina op Players Championship Finals. En dan wordt alles uitgelegd. Het speelschema, het bracket, alles zit erin. En nu ik het toch over brackets hebben, we hebben natuurlijk ook gewoon weer een bracket om in te vullen voor de Players Championship Finals. We hebben prachtige prijzen te winnen, mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Darts Warehouse. En let op ook, hè, tijdens het WK hebben we ook een bracket. En dan gaan we het nog groter uitpakken met prachtige prijzen. Ik kan het je alvast beloven. Natuurlijk, volg ons via onze socials. We zijn te vinden op Twitter, op Facebook en op Instagram. En natuurlijk een duimpje op ons YouTube-kanaal wordt altijd op prijs gesteld. De Players Championship Finals. Wie is in vorm richting het WK? We gaan er de aankomende 3 dagen achterkomen. Het is altijd leuk. Het is altijd gezellig in Minet. Veel verkleedpartijen verwacht ik weer. En het is altijd een beetje lekker om in die sfeer te komen van het WK alvast. Ik zou zeggen, veel kijkplezier en graag tot de Players Championship Finals.